Yves, Noord-Holland? Wat roept dat bij jou? Ja, ik was benieuwd of ik echt anekdotes ging krijgen. Ja, ik ben Amsterdammer in hart en nieren. En ja, die zijn apart. Die zijn heel direct en wel positief ingesteld. Ik zelf vind Volendammers te gek. Harde werkers, die zeuren nooit. Die gaan altijd voor wat ze beloven en wat ze zeggen. Ik vind de nuchterheid van West-Friesland, die vind ik fijn. Ja, en als je kijkt naar de natuur, dan denk ik dat we in de kuststrook bij het Kennemerland hebben we hele mooie dingen. Dus ja, ik vind Noord-Holland zelf een hele prachtige provincie. En ik pleit ervoor om Amsterdam groter te maken. Dus je hoort heel veel discussies over problematiek in Amsterdam, over gebrek aan woonruimtes en dergelijke. Ik zou het geweldig vinden als groot Amsterdam of nieuw Amsterdam zou ontstaan. Dat zou heel veel druk weghalen op de woningmarkt, omdat mensen het fijn vinden, die kopen, om te zeggen, ik woon in Amsterdam. Ja. Maar er wordt natuurlijk wel al aan gewerkt, hè, met die hele metropoolregio. Je hebt in deze omgeving heb je de Rotterdam-Den Haag metropool. En in Amsterdam heb je de Amsterdam metropool. Ja, maar als je kijkt ook naar wereldsteden en alles is aan het globaliseren natuurlijk in de wereld. Als je Amsterdam vergelijkt met Londen, met Parijs, noem het allemaal op. Is het eigenlijk gewoon een heel klein dorp. Maar dan blijven wel heel Nederland is dan klein. Nou, dat valt wel mee. Ik zou Almere bijvoorbeeld, ik weet niet of ik mensen daarmee beledig, maar een nieuw Amsterdam, Almere, zou ik een mooie switch vinden.